Mag ik u hartelijk feliciteren met uw eenmalige terugkeer naar het Witte Doek? Zeker. Ik ben blij dat mijn 15 jaar bestaan niet onopgemerkt voorbij gaat. Dat was ik niet, dat was de kat. Waarom legt jij nu al die artisjokken weg? Dat zijn ik weet niet hoeveel vitamintjes. Nou, ik het garantie weer aan mijn darm. En het was het keer weer te ruffen en ik wil niet met mijn vader zien. Het is toch niet omdat je vader dat heeft dat jij dat ook hebt? Zet de ganse familie. Wie mijn onkel is nog erger. Je mag niet van zoveel eten, of je schiet ze bedden wel. Kijk! Ik kon mijn erte vasten voor de verhoring van morgen achternoen. Allemaal alvast bedankt om samen te komen op deze bijeenkomst, deze vergaderingen. Een paar puntjes dat ik wil aankaarten. Ik denk dat Don Corleone een scheid heeft gelaten. Mogen we meeluisteren? Iemand zit er weer de godganse tijd te farten. En ik beschuldig niemand, maar... Dat was mijn imitatie van Don Corleone. Sorry, papa. Wees dat beste zal ik morgen naar de verhouding gaan. Want iedereen noem je nu al protvader. Het is wel in een artisjokkenrestaurant. Zijn je wel zeker dat dat gelukt? Nou, geen probleem. Ik denk dat hij een scheid heeft gelaten. Pastuk? Ja, zit hier. Heel de tijd. Vale, dikke, vette protten te laten. Dat geen naam heeft. Dat is hij wel. Ja, wel. Ik ben geen protlater. Maar compleet ongerelateerd. Moet ik nu heel toevallig... juist wel heel dringend naar de wc. Hola, Paula, laat me een keer voelen. Hé, hey, zeg. Oei. Dat is het bij. Stomme mutten. Typisch. Nu dat ik er zin moet, natuurlijk niet meer houden. Domme. Sorry, man. Het was vast alarm. No! Maar, wat is die stank hier? Waar ben jij dan? Nee, dat was ik niet. Wie het eerste riekt, zijn al gepikt. Everyone.